Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe video. Het is een spontane video. Het is namelijk zo dat de Nintendo Direct zo meteen komt. Het is lang geleden voor Nintendo Direct. Dit is trouwens een rauwe video, dus ik neem hem op. Ik gooi meteen online, geen intro's, geen edits. Het is gewoon puur de Nintendo Direct. Het is nu 5 minuten van tevoren. Ik wil heel eventjes met jullie bespreken wat het precies inhoudt. We hebben al een hele tijd geen Nintendo Direct meer gehad. Nintendo is, bijna niks meer staat er aan de horizon van wat er gaat komen. Waarschijnlijk heeft dat te maken met een nieuwe console die volgend jaar dropt. Maar er is wel al duidelijk dat er in deze Direct als het goed is niks over een nieuwe console wordt gezegd. Het zou puur gaan om games die dit jaar nog gaan uitkomen, zou het overgaan. Tenminste, dat is wat ik heb gelezen. Nu is het wel gewoon 40 minuten, dus ik kan me niet voorstellen dat het echt puur 40 minuten aan geouwe hoeren, zeg maar, over van die indie games die niemand wilt. Dus ik hoop dat er wel een paar grote namen of grote titels tevoorschijn komen. Maar ja, ik heb er niet zo heel erg veel vertrouwen in, als ik heel eerlijk ben. Ik denk dat ze echt langzaam aan het wachten zijn op de nieuwe console. Zoals jullie weten komt een nieuwe Pokémon. Die komt al komt pas in 2025 waarschijnlijk bij de nieuwe console. De nieuwe Professor Layton komt pas 2025 bij de nieuwe console. Dus ik verwacht van beide al niks te horen. Een hele gloednieuwe Mario zou super tof zijn, maar het zou super dom zijn als ze die op de Switch uit gaan brengen als ze volgend jaar komen met een nieuwe console. Heel misschien dat er een Zelda remake wordt besproken, want een Zelda remake kunnen ze op zich nog wel uitbrengen. Ja, verder durf ik eigenlijk niet te zeggen. Misschien iets onlineigs als in Virtual Console die ze eventueel droppen op de Switch. Die ze dan overnemen naar de nieuwe console. Verder zal het inderdaad heel veel indies zijn. Misschien dat ze het nog over Metroid 4 gaan hebben, Metroid Prime 4. Maar ja, nog weer zo'n titel dat ik denk van, bewaar hem dan tot de volgende console. Eigenlijk heb ik dat met heel veel dingen. Ik denk, het moeten gewoon weer remakes zijn. En anders denk ik van, waarom wacht je niet tot de volgende console? Misschien alleen voor third party die ook wordt gereleased op de andere consoles zoals PC en PlayStation en Xbox. Misschien dat ze het gaan hebben over die Quidditch game die eraan zit te komen 3 september. En wanneer die dan voor de Switch komt. Want die zal echt niet op dezelfde dag releasen als voor de PlayStation en voor de PC. En verder, ja, ik heb echt geen idee wat ik moet verwachten. Maar 40 minuten is wel lang. Ik kan me niet voorstellen dat er echt alleen maar die indie-ruk bij zit. Dus laten we hopen dat er wat leuke games aangekondigd worden. Misschien nog wel DLC voor games die al lopen, maar ik zou eigenlijk niet weten voor wat voor games. Volgens mij gingen ze voor Tears of the Kingdom niks uitbrengen. En voor Smash ook niet. Ik denk dat er gewoon weer een nieuwe Smash zal komen op de nieuwe. Dat zou wel vet zijn. Als ze net als toen Smash 4 werd gelanceerd, dat die inkling op die Smashbal afloopt, zeg maar. Dat ze zoiets aan het eind doen als als sneak peek voor de nieuwe console met de nieuwe Smash of zo. Dat zou nog wel kunnen. Dat zou ook heel veel goed maken. Ondanks dat ik niet zo heel erg fan ben van de Smash games om te spelen, omdat ik er gewoon heel slecht in ben, vind ik het wel op zich leuke games. En altijd wel interessant welke characters ze dan aan toe gaan voegen. Nog 1 minuut en dan begint het overigens. Ik weet het gewoon niet. Het kwam voor mij allemaal gewoon opeens van, oh, er komt een Nintendo Direct. En ik dacht van, oh, maar wat voor game gaan ze dan? Gaan ze dan laten zien. En zeker nu ik heb gelezen dat het echt puur om 2024 nog gaat. Kan me bijna niet. Hoe gaan ze 40 minuten vervullen? Behalve als het met crap is, zeg maar. Met die tussencrap van al die indie gamepjes en zo. Maar ja. De expectations zijn heel low op dit moment. Dus normaal zijn ze altijd heel hoog en dan worden ze altijd verpest. En nu kan het eigenlijk alleen maar goed zijn. En als het niks is, dan verbaast het me niks, zeg maar. Nou, toch bijna die 5 minuten dat ik van tevoren ben begonnen helemaal vol kunnen praten. Kijk, daar zijn we. Let's go. Oh, dat is Paper Mario. Oké. Of is het niet Paper Mario? Huh.
Welke game is dit? Is het Mario en Luigi Brothers in Time of zoiets? Of? Ja, weer een Mario Luigi game. Ik moet zeggen dat ik niet heel enthousiast ben over de artstijl, als ik heel eerlijk ben. Ik denk wel dat er heel veel mensen heel erg blij met deze game zullen zijn. Niet grootste fan van de artstijl, maar wel leuk. Full extension. Oké. Okay. Sander, volgens mij vind jij Mario en Luigi wel leuk, toch? Hey, Peach. En Bowser en Shy Guy. Mario en Luigi. Brothership. Oké. Okay. Oké. 7 november. Oké. Hello everyone. I'm Shinya Takahashi and I'll be your guide for today's Nintendo Direct. That was the first new entry in the Mario and Luigi series in almost 9 years. Mario and Luigi Brothership. Please look forward to a seafaring adventure that unfolds across mysterious islands. Okay. Bring the championships home or on the go. The thrill of the Nintendo World Championships is heading to the Nintendo Switch system. Take on over 150 speedrunning challenges from across 13 NES games, from lightning fast beats to action-packed battles. Okay. Oh, dat is wel grappig. Nou, over een maand. Kui Tecmo, America. Set in the vast kingdom of Fiore, Team Natsu prepares to finish their fight. Engage in real-time battles and unleash powerful attacks that fuse different kinds of magic based on... Geef me een beetje een Fire Emblem meets Xenoblade Chronicles vibes. Jezus, dit is niet eens te lezen, joh. This winter. A dimensional journey awaits. Oké.
Hoi. Dat is vervelend. Lol, what the fuck. Fiend, droids and farbots. Okay. Another sport is coming to Spoko Square. Okay. Basketball? Basketball is being added as a pre-update to the Nintendo Switch sports game. Dribble, pass, and shoot. In two-on-two matches using motion controls. Try out three-point challenge solo and score as many baskets as you can within the time limit. Up to four players can also compete in five street. Ik krijg hier heel erg Mario Party 4 vibes van. Met die, met dat je, dat er van die baskets heen en weer gaan, dat je dan ook je basket, je bal erin moet gooien. Lekkerie! Summer. Ik werd een klein beetje excited en toen opeens niet meer. Wat is dit? Ready. Ik krijg hier heel erg hoe heet het spel nou? The Will of the Wisps of die andere, hoe heet het? Niet Hollow Knight, maar die andere. Ori and the Blind Forest. Hé, hey, 2025, we zouden alleen maar 2024 games doen. Wacht, een update voor een game die ik niet wist dat bestond. Kabooming! Today. Hey, Hello Kitty. Hello Kitty for Smash Bros. Wow, yo, het ziet er best mooi uit. Wow, yo. Okay. Oh, ook 2050. Oh, dan komen er misschien toch leuke games. Wat? What the fuck? Wat is dit nou weer? Wat? Wat?
or turn invisible while taking out players as a phantom. Suss things out when this free update for Among Us sneaks onto Nintendo Switch later today. A monster army is at your command. Wayo. This is Felicidad, a realm of monsters. Those who command and raise them are called Pharmagia and play a vital role in the land's civilization. 10 of Pharmagia must rise up against the oppressive Magus to stop this vicious reign of the underworld. Raise monsters and lead them into the fight against the Magus's army. Plant seeds, then cultivate, and harvest them to make your buddies come to life. What the fuck? Die K-lovers zijn worden boos, zo boos. Nou, die denken van, oh leuk, maar waarom nog steeds geen nieuwe game? Nee, 2025. Is dit Octopath Traveler 3? De game ziet er wel mooi uit. Oh, Dragon Quest 3. Een HD 2D remake. Ziet er wel mooi uit, not gonna lie. Wat ik al voorspelde, veel remakes tot nu toe. Eén nieuw, echt nieuwe title, dat is de Mario & Luigi. Maar we zijn nog niet zover. We hebben nog 25 minuten te gaan. Square Enix. Oké. Okay. Next.
Oh. Ja, die dude ken ik van Fortune Street. Komt er een Fortune Street remake? Interessant dat ze dan eerst 3 doen en daarna 1 en 2. Graag gedaan. Next. Doe maar. Wat? Dinosaurs from Jurassic World and Cylons from Battlestar Galactica. They're certainly not toying around. Unbox the universe. When Funko Fusion pops onto Nintendo Switch, September 15th. Next. We've got a smorgasbord of spooky, silly, and strategic. Ja, dat is volgende week. Wat is dit? Dit geeft me dan weer een beetje Pokémon Kingdom vibes. Oh, dit niet. Dit is meer Animal Crossing. Special Dampaman? Okay. Play Link's classic 16-bit adventure and team up online to explore randomized dungeons in The Legend of Zelda. Kom op, geef me een Pokémon game. Red Blue. Nee, niet Red Blue. Ik wou zeggen Emerald. Ruby Sapphire. Plus, coming to the new Nintendo 64,
Nintendo Switch Online Mature 17 Plus collection of games. Brave the dangerous Lost Land to stop the campaigners' nefarious schemes in Turok, Dinosaur Hunter. Infiltrate a corporation to end their alien conspiracy in Perfect Dark, now with online multiplayer. All four games will be available. Is dit het? Wauw, godverdamme. Set sail to save the day. This is Verona, a young woman with the ability to communicate with phantoms. Amazing. Mario Party? Oh, Ninja kan je spelen? Shit! Sick. Wait, there are even more new modes? The biggest Mario Party yet will soon be underway when the Super Mario Party Jamboree game. 17 October.
Tambourine. Dat is Zelda. Legend of Zelda. Dat is Zelda. Zelfde art style als Awakening. Ben je Zelda? Echoes of Wisdom. En fucking nieuwe game? Holy shit. Hello everyone. I'm Eiji Aonuma, producer of the Legend of Zelda series. What you just saw was the latest installment of The Legend of Zelda, Echoes of Wisdom. This time around, Link has vanished. Now it's up to Princess Zelda to step into the protagonist role. Nice. Alright, okay. Across the vast lands of Hyrule, strange rifts have appeared and have taken many people, including Link. Now alone, Zelda meets the fairy Tri, receives a mysterious staff called the Tri-Rod, and sets off on a journey across Hyrule to save her kingdom. Waving the Tri-Rod at a table she found, Zelda learned how to create an imitation of it called an echo. Once you learn an echo of something, you can recreate it whenever you'd like. Even if there's a wall blocking your path, you can create echoes of tables to get a leg up. No! Dat is best sick. Lol. Even battles will look different. You can pick up and throw a rock echo, for example. That's not all though. You can also create echoes of monsters. After doing so, they'll bite by your side. Monsters have different abilities, so choose the one you want to create. Sick. On the situation. Wisdom is key, after all. Ready! Dat was best vet. Dank u. Wanneer komt die uit? September, oké. Nice.
stolen away back to Mr. Takahashi. Thank you, Mr. Aonuma. Please look forward to the newest entry in the Legend of Zelda series. Let's see a few more headlines. Let loose and party on! Ik had de verkeerde gemute. Ik wil geen copyright strike. Put your hands in the air, but you just can't touch me now. A new LEGO adventure is on the horizon. It's the world of Horizon in LEGO form. Join machine hunter Aloy on a quest to save the world from an ancient evil. Journey through lush landscapes. Dive deep into the cauldrons. Climb up on the tall necks. And traverse other locations inspired by the original game. But be careful. Swarms of machines are lurking everywhere. Use an array of gadgets like blast boots and gravity bombs to hunt them down. From the nimble watchers to mighty sawtooths, you might even come across the fearsome Thunderjaw. Thunderjaw. Dat is fijn. Meow. Wat? If you've ever wanted to live like a hobbit from the Lord of the Rings, now a leisurely existence nestled away in an idyllic, quiet corner of Middle Earth can be yours. Customize your appearance, decorate your home, and settle into life in the Shire. As a newcomer to the little haven of Bywater, you'll befriend your neighbors, work together to solve problems, and even share a meal. Or three. Explore. Zou er nog een finale drop komen? Ik ben heel erg benieuwd. Checkmate. New Ace Attorney? Yeah. Two Ace Attorney spin-off games, including
coming to Nintendo Switch as one collection. As the prolific prosecutor Miles Edgeworth take the case out of the courtroom and investigate crime scenes, gather information by interviewing people and inspecting evidence, then use the power of logic to solve challenging cases. Enjoy all new hand-drawn character visuals from the original series character designer, or swap to the original sprites for a more classic look. Take a break from your investigation to explore the gallery, and you'll find character art, music, including orchestral arrangements, and more. Past and present collide as you uncover the truth at any cost. Ace Attorney Investigations Collection launches on Nintendo Switch September 6th. Pre-orders begin later today. Okay. Weer een anime game. Is het Persona? Wacht, wat? Wat zit ik net te kijken? Dan is het, ik wou net zeggen, dan is het nu tijd om de Final Blow te doen, maar... Het voelt heel Fire Emblem. Dat moeten we niet hebben. Almost. Ah, dit is waarschijnlijk. Oh, Metroid. Ja, dit is Metroid. Metroid Prime 4.
Metroid Prime 4. Beyond. Oké. Okay. Zonder launch date, want anders worden ze echt boos als het zonder launch date is. Well, yo, Area Zero confirmed for Metroid Prime? 2025. Die komt sowieso op de nieuwe console. Bedankt allemaal voor het kijken van deze video. Ik zie jullie graag de volgende keer en ik hoor heel graag in de reacties wat jullie ervan vonden. Adios, amigos.